Zo, jongens en meiden, we zijn aangekomen bij het laatste circuit. Dat zijn weer 3 nieuwe oefeningen. En tussen deze oefeningen ga ik deze keer geen rust houden. Waarom? Dan knallen we aan het einde nog eventjes flink door om echt het maximale eruit te halen. Denk jij, ik heb wel rust nodig? Prima, zet maar voor pauze. Maar ik ga gewoon even lekker door voor degene die het volhouden. Als je mijn pauze hebt gezet, doe een klein slokje water, 20 seconden rust en daarna pak je hem gewoon weer op waar we gebleven waren. Jullie zijn echt goed bezig, hou vol, komt-ie. Hey, daar zijn we, eerste 20 seconden, de beenlift. Handen plat op de mat, onder je billen en benen van de grond. Doe je benen krom als je het wat moeilijker vindt. Doe je benen helemaal recht als je het makkelijker vindt. In 3, 2, 1, start. 20 seconden, kromme benen. Helemaal prima. Come on. Raak niet die grond aan. Hou ze in de lucht. Come up. Yes. We zijn over de helft. Hou vol. Come on. Als je kan, doe het natuurlijk recht. Maar hoeft natuurlijk niet. Komt ie. Anders doen we ze krom. We gaan naar squat pulses. Staan. Brede voeten. En pulseren. Hup. Veer maar omhoog en omlaag. Voel goed dat je lichaamsgewicht op je hakken staat. Hakken, achterin. Yes. En blijf pulsen. Rechtop, blijf naar voren kijken. Of naar de televisie natuurlijk. En ga maar door. Blijf hier staan. En pulsen. Yes. Kleine bewegingen. Knieën achter je tenen houden. Yes. En ga door. Tot de laatste, de plank. Deze houding. En hou vol, 20 seconden lang. Adem door je neus naar binnen. Met je mond naar buiten. En hou vol. Stop even met je voeten als nodig is. En blijf ademhalen. Begin al te trillen. We zijn bijna klaar. Als je kan, doe je zonder rust. Ga weer in één keer door. Ga je hup gelijk weer op je rug liggen. En dan gaan we door naar de benen. Kom maar. 20 seconden weer. Daar gaat hij. Gaan we gewoon ineens erdoor. Kom aan. Hou vol. De rechte benen als je kan. Kromme benen. Als je het echt niet volhoudt. Hou vol. Hou vol. Gebruik je handen niet te veel om af te zetten. Alleen als ondersteuning voor je onderrug. Komt u weer. Squat. Hup. Staan. En pulses. Veer maar omhoog en naar beneden. Hoeft niet helemaal omhoog te komen. Brede voeten. Kom aan. Hou vol. Blijf hier staan en pulsen. Yes, kleine bewegingen. Knieën achter je tenen houden. Yes, en ga door. Kan jij de derde ronde straks ook in één keer door? Doe dan gelijk mee. Komt ie. We gaan weer planken. Kom op. En adem. Als je moe bent, billen omhoog. Zo niet, hou ze hier laag. Span je buik aan. Stop even met je voeten als nodig is. En blijf ademhalen. En dan komt hij gelijk weer, de beenlift. Handen. Hup. En hou ze maar recht als je kan. Gooi ze omhoog. Hup. Ja, dit is de laatste van de laatste. Hou vol, nou dit is het circuit voorbij. Kom aan, helemaal naar beneden, helemaal omhoog. Net niet de grond aanraken. Hou vol. Kom op. Komt ie, schatten. Hup, breng je voeten weer. Kom aan. Laatste keer squatten. En we hebben die pulses. Kijk eens aan, je mag je handen lekker meenemen. Goed voor je evenwicht. Ga door.
En de laatste keer planken zometeen. Ja. De training zegt 20 seconden. Maar ik zeg, hou hem zo lang vol als je kan. Het is de allerlaatste. Komt ie. Volhouden. Zo lang als je kan. Pas als je denkt, nu kan ik niet meer, dan pas stoppen we. Bij deze ronde mag je niet meer je billen omhoog doen. Blijf laag en hou vol. Ah, mijn rechterarm trilt al, maar ik ga hem volhouden. Kom op. Oeh, zien jullie mijn rug al zakken af en toe? Hou hem hier hoog hoor, hou hem hoog, anders krijg ik er last van. Yes, hou vol. Ah, nu begint het zweet toch wel te komen hoor. Oh. Kom op. Daar, genoeg. Hey, toppers. Super goed gedaan. Helemaal de training doorlopen. Ik ben lekker aan het zweten. Ik hoop jullie ook. Drink nog wat water. Heb voldoende rust. En ga hierna even wandelen. Want dat brengt je lichaam en je spieren weer goed tot rust. Succes deze tijd. En ik zie jullie snel weer.